Welkom bij Brussel Vandaag. Het is zondag 28 maart. De Vlaamse Vereniging voor Familiekunde hield zaterdag een congres in Brussel. Het thema was op zoek naar familie in Brussel. Voor het eerst is de studie ook uitgebreid naar migranten die naar Brussel kwamen. Een proefproject handelt over de Brusselse Turken en hun familiegeschiedenis. Leden van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde houden zich bezig met de zoektocht naar hun familiewortels. Ze doen dat via stambomen in archieven en documenten. Op het congres zaterdag was er ook aandacht voor de familiegeschiedenis van Brusselse Turken. Sinds de jaren 60 kwamen zij naar onze hoofdstad. Een deel van hun familiegeschiedenis ligt in Turkije en is moeilijk te achterhalen. Hoe kunnen de Belgische Turken die hier wonen, van tweede, derde en vierde generatie, ook de mensen van de eerste generatie, als ze nog in leven zijn, hoe kunnen zij gestimuleerd worden om die documenten te bewaren en hun familiegeschiedenis te vertellen voor hun eigen familiegroep? Aan het project werkten 5 Brusselse Turken mee. Ze werden gestimuleerd om herinneringen en spulletjes van hun familie te bewaren. Ik heb een aantal kantwerken. Van de uitzet van mijn moeder. En mijn zoon heeft nu een vriendin. En ik ben van plan om dat aan haar te geven. Dan kun je verder zoeken waar dat je nog familieleden hebt. En dat vind ik heel belangrijk. En zelf voor mijn kinderen achteraf iets na te laten. Dat ze andere familiebanden hebben buiten Brussel. Buiten oma en opa, ooms en tantes. Dat ze heel ver nog andere familieleden hebben. Voor de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde is het Turkse project een aanzet om ook andere nationaliteiten te stimuleren hun familiegeschiedenis te bewaren.